Good morning, ladies and gentlemen. Goedemorgen allemaal. En welkom hier op het Japan Festival 2012. It's not often that I stand in front of a fantastic orchestra who are going to play something really incredible. Het gebeurt niet vaak dat ik voor een orkest moet staan, dames en heren. Dus jullie gaan straks heel leuk van genieten. Er is op de festival zo ontzettend veel dingen te doen hier omheen. Lekker eten, kijken, luisteren, maar vooral genieten. So please, ladies and gentlemen, enjoy yourselves here on the square today. There's so much to see in the tents. The weather is really fantastic. Dankjewel, Mark. Dames en heren, goedemorgen. Hartelijk welkom op het Japan Festival. Speciaal welkom voor burgemeester Van Zanen en voor de ambassadeur van Japan, mevrouw Koizuka. Wij doen het vandaag in het Nederlands en in het Engels vanwege de vele buitenlandse gasten op het plein. Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome on day two of the Japan Festival on behalf of the board of the festival. And a special welcome to Mayor Van Zanen of Amstelveen and His Excellency, the Ambassador of Japan and Mrs. Koizuka. Thank you very much, Vincent. Mayor Van Zanen, Your Excellency, Mr. Ambassador Koizuka, Mrs. Koizuka, of course, Vincent Knoops, Chairman of the Japan Festival. Dames en heren, ladies and gentlemen, on behalf of the city of Amstelveen, it's an honor and a pleasure to announce a world famous orchestra. Uitstekende symfonieorkest. Volgend jaar bestaat het orkest 125 jaar. En dat is zeker een hele bijzondere mijlpaal, waarbij altijd dezelfde hoge kwaliteit gehandhaafd is. Vandaag spelen ze hier op ons plein en dat is voor de eerste keer in Amstelveen. De Gran Partita, dat is voor 12 blazers en 1 contrabas. En de 2 dames en 10 heren gaan dat spelen met het jasje aan. En ze hebben gezegd, als het heel erg warm wordt hier op het podium, het begint al een beetje broeierig te worden, of u het goed vindt dat ze dan het jasje uitdoen. Vindt u dat oké? Veel succes, dank u.